Veel bedrijven vallen om, maar de coalitie blokkeert een debat voor steun voor het MKB. We gaan het er uitgebreid met u over hebben, maar ook over de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. Over door het EU gefinancierde antisemitisme in Palestijnse schoolboeken. We gaan het hebben over zorg, over Rusland, over gedwongen asielopvang. We praten u graag kort en krachtig weer bij over al het politieke nieuws. Welkom bij het SGP Weekjournaal. Ja, en we beginnen bij de steun voor het MKB. Christoffer pleitte vorige week al tijdens de algemene financiële beschouwingen voor een tijdige regeling voor de stijgende kosten voor ondernemers. De VVD leek het toen nog met hem eens te zijn. Als ik dan met die oren van de bakker en de slager enzovoorts luister, die hebben echt het gevoel, dat gaven ze me gisteravond ook mee, van mooi de regeling, maar voordat die er is, zijn wij al failliet. Ja, en zeer terecht. En wij knokken hier niet alleen voor de schermen, ook achter de schermen. En als het de indruk dekt dat te weinig hier gebeurt, ben ik blij met deze interruptie om dat nogmaals te benadrukken dat dit echt moet en het moet snel. Het kabinet heeft dus een subsidieregeling tegemoetkomen energiekosten aangekondigd per 1 april 2023. En dat is veel te laat. Daarnaast is de regeling eigenlijk ook nog te krap, want je komt pas in aanmerking als je minimaal 12,5% van je totale omzet kwijt bent aan energiekosten. Daarom deed Christoffer afgelopen dinsdag een poging in de Tweede Kamer om dit thema op de agenda te zetten. Er is geen meerderheid voor verzoek. Ja. Dat spijt me enorm. En het is ook precies de scheiding coalitie-oppositie zie je hier komen. Ik begrijp dat morgen het debat bedrijfsleven blijft, daar zullen we onze vragen neerleggen. Als dat niet naar tevredenheid is, sta ik hier donderdag weer. Want de bakkers en slagen en wordt vallen om. En de heer de Rompke de Jong gaf aan, voorzitter, van volgend jaar gaat de benzineregeling. Ja, dat is precies het probleem. Dat is de reden dat ik het debat wil. Die regeling ga ik pas volgend jaar in. Dan hebben we gewoon geen MKB meer over. Dan zijn ze allemaal gewoon failliet. En dat moeten we niet willen. Dus daar ligt mijn eerste verzoek om dat te... Ik sta hier hoogwaarschijnlijk donderdag weer, voorzitter. Dank u wel. Ja, de coalitie blokkeert dus een broodnodig debat. VVD, D66, CDA en ChristenUnie wachten liever tot 10 november... om het dan zijdelings bij een debat over een ander onderwerp te betrekken. Nou, de SGP vreest dus dat dat veel te laat is. En daarom deed Christoffer woensdag bij een commissiedebat over het bedrijfslevenbeleid nog een nieuwe poging. En de SGP heeft al laten weten, we vinden die regeling te laat en te mager. Te laat, want veel MKB'ers staan nu op omvallen. En ze moeten wachten tot het tweede kwartaal volgend jaar voor zijn aanvraag in kunnen dienen. Tweede kwartaal volgend jaar. Veel ondernemers kunnen niet eens verder kijken dan vandaag. En mijn vragen zijn ook, wat heeft het kabinet die ondernemers te bieden die nu hulp nodig hebben? Het is ook te mager, want de voorwaarden voor steun zijn erg strikt. En uit de beslisnota maak ik op dat de spreekwoordelijke bakker op de hoek geholpen moet zijn met dit pakket. Maar het tegendeel is waar. Bijvoorbeeld omdat dat percentage van 12,5% niet wordt gehaald. Of omdat de maximumvergoeding veel te laag is. En ik vraag de minister met klem om met het energieintensieve MKB om tafel te gaan op heel korte termijn om te kijken naar hun bezwaren. En ik zou daar graag een toezegging op hebben. Donderdag deed Christoffer zelfs een derde poging voor steun voor het MKB. Hij vroeg een extra regeling van werkzaamheden aan om dit debat ook formeel aan te kunnen vragen. En we vragen even aan hem hoe dat eigenlijk afliep. De coalitie die schitterde door afwezigheid en gaf gewoon geen reactie. En daarmee had ik te weinig steun om dat debat aanvraag te kunnen doen vandaag. Waarom zou de coalitie niet voor die tijd of desnoods tijdens het herfstreces hier niet gewoon over willen debatteren als dit voor zoveel ondernemers zo'n groot probleem is? Ja, ik vraag me ook af. Want ik bedoel, je moet het er nu over hebben. 1, om te weten van waar gaat het naartoe. En 2, al zouden zij denken dat die regeling zo goed is. Nou, ik hoor van alle MKB'ers op dit moment van die regeling die past ons niet. Hè? En die gaat pas per 1 april op zijn vroegst in, toch? Ja, dan hoogstwaarschijnlijk wel met terugwerkende kracht. Dat moet ik wel even bijzeggen. Maar in die tussenliggende tijd moet je natuurlijk wel genoeg geld hebben om gewoon je rekening te kunnen betalen als ondernemer. En als je energierekening zo hoog is, ja, dan ben je failliet voor 1 april. Hè? Nou, ze moeten zeker hebben, hoe gaan we die winter door? En de coalitie, het kabinet zegt, nou, de Belastingdienst, die doet een beetje uitstel van belastingen wellicht. De banken die doen het misschien. Nou, de banken heb ik niet al te veel vertrouwen in, als ik eerlijk ben. Die zeggen misschien een keer van iets meer krediet, maar die gaan niet jouw rekening betalen voor de energieleverancier. Dus ja, we moeten daar snel over hebben om die ondernemers gewoon zekerheid te geven. Om als onderneming door te kunnen, om die banen veilig te stellen. En daarnaast die bakkers en slagers, dat is wel een beetje de ziel van een dorp en een stad. Hè? Als dat dadelijk omvalt, is het gewoon weg. Dan is er niks meer aan in zo'n dorp en stad. Nou, hopelijk is het een zaak van de aanhouder die wint. Ik dram door totdat er een goede regeling ligt.
Direct na het herfstreces, op 1 november, is het de eerstvolgende mogelijkheid om weer opnieuw debatten aan te kunnen vragen. En Christoffer die heeft zich daarvoor al aangemeld. Dan gaan we door naar de andere onderwerpen van dit journaal. Afgelopen dinsdag werd er gestemd over een belangrijke SGP-motie die de regering verzoekt om de werkgelegenheid in de provincie Zeeland, Friesland, Flevoland, Drenthe en Limburg te bevorderen. En deze motie is ook aangenomen met 145 stemmen voor de motie en 5 stemmen tegen deze motie. Dinsdag waren ook de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer en senator Peter Schalk voerde daarbij het woord namens de SGP en er plaatste blijde, maar ook kritische kanttekeningen bij het kabinetsbeleid van Rutte 4. Wat mij betreft, voorzitter, is er een betere weg die ik ook aan de minister-president zou willen voorhouden. Namelijk om in afhankelijkheid van God die toekomst ook tegemoet te treden. Wetende dat hij alle dingen regeert en bestuurt, dat is een heerlijke ontspannende gedachte, voorzitter. Dat het God niet uit de hand loopt, betekent overigens niet dat we maar even achterover kunnen gaan leunen en dergelijke, afwachten, maar dat we vol verwachting 2 dingen doen, bidden en werken. Als je zo leeft, dan klopt die spreuk op dat beeld hier voor het Eerste Kamergebouw wel. Ik zie rond en glimlach, want voorzitter, er is hoop. Ik dank u wel. Gaan we van de Eerste Kamer naar het Europees Parlement. Deze week stond Bert-Jan Ruijsen op voor Israël en legde hij de vinger bij Palestijnse schoolboeken die volstaan met jodenhaat en gefinancierd worden notabene door de Europese Unie. Het is toch te gek voor woorden dat de Europese Unie komend jaar opnieuw vele miljoenen wil betalen voor problematische Palestijnse schoolboeken. Boeken waarin terrorisme wordt verheerlijkt, wordt aangezet tot haat en geweld en antisemitisme weligtiert. Ik roep u dan ook op om amendement 823 van de begrotingscommissie te verwerpen en ons amendement 415 te steunen. Thank you very much. Thank you, Mr. Rausen. I ask now whether there is any opposition to the oral amendment. Okay. More than 38 members have stood up. That means that the oral amendment cannot be taken. So we pass to the next vote. Ja, u zag het al. Bert-Jan Ruijsen maakte dus hoorbaar en zichtbaar veel los in het Europees parlement. En het zijn overigens vooral de linkse partijen die bezwaar maken tegen het amendement van de SGP-Europarlementariër. Gaan we weer terug naar de Tweede Kamer, waar deze week de VWS-begroting op de agenda stond. En Kees van der Staaij maakt zich grote zorgen over het grote personeelstekort. We kijken even naar een paar fragmenten uit zijn bijdrage. Onder meer het tekort aan personeel zet de toegang tot zorg onder druk. En veel mensen thuis zullen het helaas herkennen. Je wacht al maanden op een passende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg of jeugdhulp. U bent verhuisd, maar u kunt in uw nieuwe woonplaats geen huisarts vinden. Je bent moeder geworden en krijgt maar een heel beperkt aantal uren kraamzorg. Een familielid gaat overlijden, maar terminale palliatieve zorg kan niet worden geleverd. En ik wil de laatste seconde van mijn spreektijd gebruiken om een welgemeend bedankt te zeggen tegen iedereen die in de zorg werkt, mantelzorg verleent, vrijwilligerswerk doet. Zonder jullie waren we nergens. Ik dank u wel. Woensdag debatteerde de Tweede Kamer over de EU-top van donderdag 20 en vrijdag 21 oktober. Volgens de hoge EU-vertegenwoordiger Borrell zal een nucleaire aanval van Rusland niet beantwoorden met een nucleaire reactie. Roelof Bisschop vindt deze uitspraken bijzonder en hoogst onverstandig. Een concrete vraag. Wat wordt gedaan om Poetin glashelder te maken, ook vanuit de EU, dat inzet van nucleaire wapens met gelijke munt zal worden terugbetaald? En nou zou u kunnen interrumperen van, ik dacht dat een bijbelvast christen iets leerde over de ene wang en de andere wang. Maar in de internationale politiek wordt dat toch wat lastiger. We nemen het serieus, we houden het hoofd koel, laten we ons niet intimideren. Ik wil hier niet verder de woorden van de hoogvertegenwoordiger gaan analyseren en ook niet speculeren wat de reactie zou moeten zijn met verschillende scenario's. Ook hij overigens vindt de nucleaire retoriek onverantwoord en zegt dat ook elke inzet ernstige gevolgen zou hebben, dat zeggen wij ook.
En dat is ook in lijn met wat de Amerikaanse president en de nationale veiligheidsadviseur Sullivan Poetin hebben duidelijk gemaakt. Daarover kan geen enkele twijfel bestaan. Men weet, het zal zeer ernstige, zo niet catastrofale gevolgen hebben, de inzet van kernwapens. Woensdag sprak Roelof Bisschop zich heel duidelijk uit tegen mogelijke plannen van de regering om gemeenten te dwingen om asielzoekers te huisvesten. De SGP vindt dat we lokale bestuur moeten respecteren en wij zien niets in opvangdwang. Voorzitter, en ondertussen is de staatssecretaris druk met de dwang- of spreidwet. En daar kun je woordspelletjes van maken, dat zullen we maar niet doen. Laten we duidelijk zijn wat de SGP betreft. Als dat gemeenten naar evenredigheid gevraagd wordt een eerlijke en evenredig aandeel in de opvang van asielzoekers te leveren, dat is naar ons oordeel alleszins begrijpelijk. Wel hebben wij vanaf het allereerste begin gezegd dat hierbij het toepassen van dwang een buitengewoon bestuurlijk gezien een buitengewoon onverstandige maatregel is en wat ons betreft ook onacceptabel is. Tot slot gaan we nog even naar een bijzonder mooi moment van de afgelopen week. De terugkeer van de fractie Bijbel. Menno de Bruyne legt ons uit hoe dat precies zit. Er liggen hier op de fractie heel veel Bijbels. Ja. En wat is nou het bijzondere aan deze Bijbel? Deze Bijbel gaat iedere keer, als er een nieuwe fractievoorzitter is, van de vorige naar de nieuwe fractievoorzitter. Samen met de voorzitterskamer overigens. Om op die manier toch aan te geven, ja, nou ja, van geslacht op geslacht leven wij bij het open woord. En wordt hier de Bijbel regelmatig opengeslagen. Ja, nu heeft die Bijbel ook een plek gekregen in de glossy 100 jaar SGP in de Kamer. Toen heeft een oplettende lezer, die viel iets op aan die Bijbel. Kun jij toelichten? Ja. Nou, hij heeft goed gezien dat die Bijbel heel vaak is gebruikt en op enig moment kun je dat dan zien. En nou ja, de rug liet een beetje los en ook de kaft die begon her en der slijtage te vertonen. En die man kwam op het idee om die Bijbel te restaureren. En die heeft hij vandaag gebracht. En ja, ik heb hem hier in handen. Dit is de gerestaureerde fractiebijbel van de SGP. Die in ieder geval gebruikt is, niet alleen door Kees van der Staaij, maar weet ik ook door Bas van der Vlies en door ingenieur Van Rossum, de voorganger van der Vlies. En waarschijnlijk ook nog, denk ik althans, door bijvoorbeeld ingenieur Van Dis. En misschien ook wel dominee Zand, een van de, zou je kunnen zeggen, medeoprichters van de SGP. Dus op zich wel heel bijzonder dat we die nog steeds gebruiken. Ja, de Bijbel die kan samen met de SGP nog weer voor een lange tijd vooruit als God ons dat geeft. Ja, dat is mooi samengevat. Ik kan het niet beter zeggen. We willen ook graag via deze weg onze hartelijke dank overbrengen aan boekbinder Henk van der Maat, die op eigen initiatief en geheel kosteloos de SGP-fractiebijbel heeft gerestaureerd. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van het SGP-weekjournaal. Heel erg bedankt voor het kijken. Waardeert u dit? Vind je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog onder deze video en abonneer ook op ons kanaal. En wil je niks missen? Druk dan op het belletje om op de hoogte te blijven van ons werk. Ja, volgende week is het herfstreces, dan is het politiek dus een beetje een luwe tijd, is er minder te melden, dus is er geen SGP-weekjournaal. Die week daarna, op vrijdagavond 4 november, is er een speciale uitzending van Studio SGP, waarin we vooruitblikken op de Week van het Leven. Dus we hopen dat u dan gaat kijken, vrijdagavond 4 november, en heel graag tot dan.